Hoi iedereen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga op dit moment ga ik naar de mijn telefoonzaak, want ik denk dat mijn telefoon geraakt wordt. Dus ik neem jullie allemaal mee tot zo. Hoi iedereen. Welkom bij deze nieuwe video. Ik ga op dit moment ga ik naar de mijn telefoonzaak, want ik denk dat mijn telefoon geraakt wordt. Dus ik neem jullie allemaal mee tot zo. Het is tijd. Het is druk op mijn huis. Sorry. We lopen naar de telefoonwinkel. Want wat er nu gebeurt is op dit moment heel heftig. Ik ben net op de pest, dus gewoon dit allemaal willen doen wat er gebeurt op dit moment. De telefoon wordt gehackt, internet wordt platgelegd. Je kan het zo goed niet denken. Ja, ik ben YouTuber. Ja, even intikken op YouTube, Kattenbende Vlogs. Even intikken op YouTube, Kattenbende Vlogs. Ja? Zo heet ik op YouTube, ik heb boven de 2k abonnees. Oké, okay, en hoe heet je dan? Kattenbende Vlogs. Kattenbende Vlogs. Vlogs. Vlogs, Kattenbende Vlogs. Ja. Neem straks in de pauze even kijken. Mensen jongens, ik ga verder op dit moment waar mijn telefoon wordt gehackt. Pesters bestellen eten op mijn naam en ik kan het zo gek niet bedenken, dus ik moet echt even maatregelen doen. Ik kom later even terug. Ja, goed. Hoi. Hoi. Doeg. Ja, echt, en zo denk ik dus af en toe ook. Als ze het voor me betalen wel. De telefoonwinkel. Want het is namelijk niet leuk als continu je telefoon wordt gek. En mensen bestellen eten op je naam. Je kan het zo gek niet bedenken. En wie het wordt, ja, dat is altijd de vraag. En dat weten we nog altijd niet. We zijn al 3 jaar met de zaak bezig. Dus het is nu even belangrijk dat we even maatregelen gaan treffen. Want dit kan gewoon niet wat er nu gebeurt. Dus zo ga ik een ander nummer aanvragen. Hoi! Hoi! Leuk! Dank je! Leuk. Als je hoort, mensen herkennen me ook van YouTube. Leuk! Iedereen zegt van mij als ik leuk dat je video opneemt. Ja, altijd leuk. Aan alle fans die ik heb, dus dikke shout-out naar jullie allemaal. Dat moet ik niet vergeten. Marcel! Ook een bekende. Het is gewoon bizar. Hoe mensen tegenwoordig de telefoon pakken. De internet vastleggen. Eten bestellen op jouw naam. Je kan het gek niet bedenken. Alles wat er op dit moment gebeurt, gebeurt bij mij. Ja, dat is gewoon kut. Dat is gewoon niet normaal tegenwoordig. Mensen die dan ook uitschelden op YouTube van kabelen. Ga vreten halen. Doe gewoon tegenwoordig is pest helemaal in. Aangifte heb ik ervoor gedaan. En het stopt gewoon niet. En nu is mijn grens bereikt. Dan moet je continu mijn telefoon kraken. Ze hebben ook serieus de telefoon van mijn vrouw gebruikt om mijn
om deze mensen te sturen dat het uit zal zijn. Ik ben klaar met dat soort mensen. Het schijnt dat mijn telefoon gekraakt is. En natuurlijk mijn vrouw's telefoon. Ik wil nu toch wel even weten wat er allemaal mis is met de telefoon. Ik ben bijna bij de telefoonwinkel. Leuk al die kinderen. Buiten de grond. Hoi. Zijn we klaar nu? Daarom gaan we nog even naar de telefoonwinkel. Vraag of we er iets aan kunnen doen. Ik heb jullie even nodig. Nou, ik heb mijn telefoon bij me. Ik heb het al een keer gevraagd, ik mocht filmen lang geleden. Wat hoor jij dit? Ik ga even pakken waar mijn telefoon wordt gevraagd, zoals je weer. En dan heb ik ook via mijn telefoon. En dan heb ik een sms gedaan naar mijn vrouw. Die zeggen dat het uitvalt en ik kan één keer op mijn naam komen over achter in zijn zitten hoe ik het kan opdrukken. Ik ga even mijn telefoon houden, jullie. Ik weet wel hoe. Ik vind hem jullie niet hoor. Ik wil jullie niet te filmen alleen je telefoon. Dit is mijn telefoon. Ik weet niet of andere dingen moet doen, maar ik wil er niks van. Maar ik heb ook de rest van de telefoon. Ja, ik heb mijn vrouw de telefoon en dat is de rest van de telefoon. Dat is eigenlijk als je dat heel vriendjes te zijn. En dat is de rest van de telefoon. Via mijn telefoon, op een of andere manier, zijn ze achtergekomen. En ik heb mijn nummertje achteraan en ik heb hier echt ook wel bij thuisbezorgd in haar verzamen. Dus ik voel het allemaal, ik heb het gewoon nog echt niet gedaan gedaan gedaan, ik ben er gewoon klaar mee. En ik wil ook eigenlijk heel graag een ander nummer aanvragen, ik heb een abonnement. Maar ik heb bij, eerst bij, hoe heet die? Bij Simpel, dus je weet dat het internet dat je hier bestond. En toen ik daar van de leerling niet gaan geven. Dus toen had ik hier echt bij jullie kom. Ik ben er een beetje klaar voor. Ja. Ja. Ja, ik doe wel graag. Oh, ik heb wel een beetje gezegd. Ik heb een beetje gezegd. Ja, ik vind het wel vast. Ik heb een beetje gezegd. 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 Ik heb het niet gedaan.